Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Geen monumentaal gebied uitgegeven op Nieuw-Amsterdam. Samenwerking Suriname en India gaat naar niveau van regeringsleiders. En waterproblematiek, 15 dorpen binnenland zullen tot het verleden gaan behoren. Op Nieuw-Amsterdam in het district Kommerwijnen is er geen monumentaal gebied uitgegeven door het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Zo ontkrachten GBB-minister Dinota Forswijk en vice-president Ronnie Brunswijk op dinsdag 17 januari in de Nationale Assemblée. De regeringsfunctionarissen reageerden op vragen van parlementariërs omtrent gronduitgiftes op Nieuw-Amsterdam. Het gaat om 8 percelen en dienstwoningen die zijn uitgegeven aan de personen die deze faciliteiten al 4 tot 37 jaar bewerken en bewonen. En ik mag u zeggen dat op 9 juni, wat betreft toewijzing en overdrachten van woning te Nieuw-Amsterdam, is inderdaad besproken. En is goedkeuring gegeven aan de minister om de wettelijke regeling af te nemen. De minister van ROS, GBB en OW, die zouden er naar kijken. Maar de raad had geen bezwaar dat mensen die al 30 jaar daar wonen, dat ze kunnen beschikken over die woning. Dus de minister is hier en ze zullen ons vertellen hoe het hele proces is gegaan. Dank u wel. Goed, dan heeft de minister van GBB nu de ruimte om daarop te reageren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Voorzitter, in uw parlement zijn er vragen gesteld omtrent uitgiftes in Nieuw-Amsterdam. Als volgt wil ik hierop antwoorden. Het is niet nieuw, voorzitter, dat dienstwoningen worden toegewezen aan zij die in aanmerking daarvoor dienen te komen. Zo hebben we ook verzoeken gekregen vanuit onderwijs. Er wordt eerst een aanvraag gedaan volgens de normale procedure. Er wordt dan toestemming gevraagd, oftewel adviezen opgevraagd, van desbetreffende ministerie onder welke zo'n dienstwoning resulteert. Het gaat hierbij deze om 8 dienstwoningen op Nieuw-Amsterdam, waar de mensen al meer dan 20 jaar hebben gewoond en daar hebben geïnvesteerd. Deze mensen hebben hun krachten gegeven aan de opbouw van Suriname. Ze hebben ook de diensthuizen of de dienstwoningen gerenoveerd, dus ook daarin geïnvesteerd. En als wij als regering propageren dat voor elke burger van Suriname wij een bouwkavel kunnen geven en deze burger al meer dan 10 of 20 jaar daar hebben gewoond, dan vraag ik me af als het een zonde is dat ik als minister van GBB deze percelen heb toegewezen aan deze Surinamers. De samenwerking tussen Suriname en India wordt opgetrokken naar het niveau van regeringsleiders. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat er een model komt van een platform voor politieke dialoog, zoals dat het geval is in de samenwerking tussen Suriname met Guyana en Barbados. Tijdens een regeringspersconferentie gehouden op woensdag 18 januari gaat het Surinaamse staatshoofd in op afspraken die zijn gemaakt tijdens zijn werkbezoek aan het Aziatische land. Mijn mensen, we hebben heel wat gesprekken gevoerd met bedrijven zoals Bharat Electronics, BML Limited, Industrial Boiler, Bajaj Process Pack, Foods, Fats, Fertilizer, u wel bekend, Triple F. Ja, bedrijf, een beetje teleurgesteld, een beetje in de steek gelaten, een beetje
ja, ook misleid. Achtergebleven in India. Dat begrijpt u als u daar zit te praten met een eigenaar die graag hier in Suriname wilde investeren. Men het project een beetje gefrustreerd heeft. Inmiddels andere landen opgezocht heeft. En nu miljoenen geïnvesteerd heeft in andere landen, in palmolie. Wat wij gemist hebben als land. We hebben alles gecleared. We hebben ook aangegeven dingen zijn misgegaan. En ik heb ook mijn excuses aangeboden daar waar ook vorige regeringen niet correct hebben gehandeld naar dat bedrijf. En gevraagd om weer het project op spoor te brengen. En die communicatie zal gecontinueerd worden, zodat we dit bedrijf ook op basis van ook goede onderhandelingen een kans kunnen geven om hier te investeren, werkgelegenheid te bevorderen, maar ook bijdragen aan de verhoging van de productie op het gebied van palmolie. Godrey Agrofet Groep, Aditya Birla Groep, Hindalgo Industrie, Mop Holding, Bribasi Hightech Limited, Renewable Power, en ook bedrijven in de green energy hebben we gesproken, zoals de Reliance Limited. En uiteraard zijn er bepaalde bedrijven die direct al gevraagd hebben om concrete afspraken te maken. Zoals de Industrious Boilers Limited. We willen faciliteiten in Suriname opzetten voor het verwerken tot biomassa. En dit bedrijf heeft al ervaring in Suriname. En het is gespecialiseerd in het omzetten van afval naar energie. Verschillende soorten van afval naar energie. Dat is een van de prioriteiten die we als regering ook hebben. We hebben dat vaker gezegd. Het project daar te Houtuin van vuilstorting. Die in feite zoveel milieuproblemen en gezondheidsproblemen creëert. Moet zo snel mogelijk aangepakt worden met een moderne faciliteit. Zodat het vuil, huisvuil en ander soort vuil allemaal daar omgezet kunnen worden in energie en energie weer gebracht kan worden naar de grid. En dat projectdossier is al af. En daar is het bedrijf Bajaj, die heeft duidelijk gezegd dat ze Surinaams fruit willen. Ze zitten in de food processing en ze hebben de fruitsoorten genoemd waarin ze geïnteresseerd zijn. En als we deze overeenkomst met dat bedrijf hebben, dan is het ook een prachtig project voor die outgrowers, alle personen die een stukje terrein hebben, grond hebben, land hebben, die kunnen dan ook die fruitsoorten gaan produceren, gaan telen, gaan verbouwen, zodat afzet gegarandeerd is. En dat bedrijf wordt hier opgezet, niet alleen voor de productie voor Suriname, maar ook voor de Caribische regio en de rest van de wereld. En zij zijn met name geïnteresseerd in mopee, kers, grapefruit, ananas, maya, marcousa en banaan. Dat hebben ze concreet aangegeven. En als dit lukt, dan willen ze het later uitbreiden naar andere soorten van fruit. En het bedrijf, wat verwachtbaar is namelijk dat door export dit een inkomsten kan genereren van 5 miljard US dollar. Als ze dit goed op een duurzame wijze kunnen doen met betrokkenheid ook van Surinaamse particuliere sector. We zijn gegaan naar de private sector in de Special Economic Zone in Indore. En daar is er een rondleiding geweest bij de farmaceutische onderneming Mylan Laboratories en de motorenproducent Commons India Limited. En u moet begrijpen namelijk dat Mylan een van de grootste farmaceutische bedrijven is in de wereld dat medicijnen produceert tegen redelijke prijzen, affordable prices. En die medicijnen moeten we hier hebben. En ze hebben in ieder geval de license om het te exporteren naar de Europese landen. Dus wij moeten zo'n faciliteit hier hebben. Afgesproken is namelijk dat Suriname bereid is om dat bedrijf de ruimte te geven in Suriname als een soort hub te fungeren door zo'n farmaceutisch bedrijf hier op te zetten voor de productie van medicijnen voor heel Caribisch gebied. En als het kan ook Zuid-Amerika, want de markt van Suriname voor zo'n gigantisch bedrijf is een beetje klein. Maar als je dat kan doen met betrokkenheid van de andere landen en andere markten, dan is het ook profitable voor zo'n bedrijf. Dus dat wordt verder ook uitgewerkt. En zo zijn nog met vele andere bedrijven concrete afspraken gemaakt, mijn mensen. In ieder geval
is het belangrijk om in die follow-up meeting volgende week om alles verder te concretiseren en ook samen met die autoriteiten die geïdentificeerd zijn in India, de tussenkomst ook van onze ambassadeur in India, maar ook de ambassadeur van India hier in Suriname, alles goed gestructureerd te laten verlopen. Afgesproken is dat de samenwerking nu hoger getild wordt tussen Suriname en India, waarbij de twee leiders, de premier en de president, zelf aansturing gaan geven, het model van Guyana en het model van Barbados, namelijk een platform van political cooperation en dialogue, zodat twee leiders zelf aansturing kunnen geven aan die samenwerking binnen de verschillende sectoren, publieke sector, private sector, met ministers en de instanties daarvoor verantwoordelijk zijn. Zodat dat in een matrix geplaatst kan worden en alles gemonitord kan worden. Maar als er ook blokkades zijn in uitvoering, bureaucratie is in uitvoering of andere impediments, belemmeringen, dan kunnen de twee regeringsleiders ook onmiddellijk dan ingrijpen. Bosak, een Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is in waterzuivering, heeft op dinsdag 17 januari op het kabinet van de president een bespreking gehad met de regering. Tijdens dit onderhoud is het goedgekeurd waterzuiveringsproject bedoeld voor het binnenland besproken. 15 dorpen zullen binnenkort worden voorzien van veilig en schoon drinkwater, zodat de waterproblematiek in deze gebieden tot het verleden gaat behoren. De communicatiedienst Suriname sprak de CEO van Bosak, Jacob Bosayir. Ik ben Jacob Bosayir, ik ben de directeur van Bosak, de Circle Water Company. Waarvoor bent u bij het kabinet van de president? Ik ben hier om het project te bespreken. Dat is goedgekeurd door de voltallige regering van Suriname, waarbij we 15 dorpen in het binnenland zullen voorzien van gezond en veilig drinkwater met de ondersteuning van de Belgische regering en de Vlaamse regering. Wat zullen jullie eerste projecten zijn dan? Of waarvan het binnenland zullen jullie als eerste starten? We gaan starten bij dorpen langs de Suriname rivier, waarbij we water uit de rivier gaan opzuigen tot drinkwater en gaan verdelen in de dorpen, zodat de mensen toegang hebben tot veilig en gezond drinkwater. Wat zal het proces zijn van dit project? Het proces is nu, worden alle dorpen bezocht, wordt alle informatie verzameld. Op basis daarvan worden de installaties gebouwd en binnen de 18 maanden zouden we alle installaties operationeel moeten hebben. Binnen hoeveel maanden? 18. Oké, wat was de president's feedback op dit project? Ja, de president was heel blij dat het project is goedgekeurd en dat ze kunnen helpen met de ondersteuning van dit project, bij de uitvoering hiervan. Dus ze was heel tevreden dat het proces goed is gelopen en dat we kunnen starten met het project. Heeft u nog iets additioneels toe te voegen? Nee, voor ons is het gewoon als bedrijf zeer aangenaam op een goede manier met de overheid te kunnen samenwerken, wat hier ook bewezen wordt. En dat ook gedragen wordt door de voltallige regering om op die manier met volle steun de project te kunnen aanvatten. En wanneer gaan jullie van start? We zijn eigenlijk al gestart. Het project is eigenlijk al gestart. Maar we hopen binnen de 18 maanden de installaties operationeel te hebben. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Fijne avond verder.